Hi, daar zijn we weer. Zijn jullie er ook weer allemaal? Heel fijn, want dan gaan we vandaag een hele belangrijke les leren. Eentje van hoe wassen wij onze handen op een goede manier. Want dat is heel belangrijk. Want waarom is dat belangrijk? Weet iemand dat? Waarom wij goed onze handen moeten wassen? En zeker voordat we iemand gaan helpen met bijvoorbeeld een wond aan zijn been of zijn arm. Waarom moeten we goed handen wassen? Zal ik het verklappen? Wij gaan goed onze handen wassen aan alle kanten om te voorkomen dat wij niet iemand anders nog zieker maken. Want aan onze handen kan vuil zitten of bacteriën. Bacteriën zijn hele kleine beestjes die op onze handen kunnen zitten, die je met blote oog niet kan zien. Maar wat wel een ander ziek kan maken. Of wat ervoor kan zorgen dat jouw wond veel meer pijn gaat doen. Dan krijg je een ontsteking. Zo noemen ze dat, een ontsteking. Maar bedenk je ook dat er virus op kan zitten. Een virus is ook iets wat een ander ziek kan maken. Maar ook andersom, dat jij iets aanraakt en dat jij vervolgens in je gezicht gaat zitten, in je ogen gaat wrijven of in je neus of je mond. En dat jij ziek wordt doordat je iemand anders hebt aangeraakt of iets anders hebt aangeraakt. Nou, om te zorgen dat we allemaal gezond blijven, allemaal niet ziek worden of niet zieker worden, gaan wij goed onze handen wassen. Maar dat moet je wel op een bepaalde manier doen. Want als je het niet goed doet, je doet alleen maar zo, kijk eens wat ik doe dan. Dan zijn die kanten en tussen mijn vingers is allemaal niet schoon. Dus wij gaan dat op een goede manier doen. Let maar eens op. Ik zet hem even zo neer. De camera, dan kunnen we dat zien. Zie je, wasbak met zeep. En hier heb ik, dat zie je heel moeilijk, doekjes hangen. Van die papieren doekjes, die hebben we straks nodig. Nou, hoe gaan we dat doen? We draaien eerst de kraan open. Dan maken we onze handen nat. Dan doen we een flinke genoeg hoeveelheid zeep op de handen. Dan gaan we onze handen op deze manier wassen. Tussen de vingers gaan wij goed wassen. Aan beide kanten gaan wij wassen. Je hand, rug. Die kant ga je wassen. Zie je, lekker. Oh, het ruikt ook nog lekker ook. Maar die duimen zijn ook nog niet goed. Dus je duimen ga je doen. Andere duim. Dan deze bovenkanten. Zie je? Dan die kant. En dan heel belangrijk, je vingertoppen. Dat komt ook natuurlijk, dat raak je aan. Die moet je zo in je hand draaien. Dus dan ga je die vingertoppen ga je ook goed schoonmaken. En dan heb je ook nog bij je polsen. Nou, nu heb ik alles geraakt. Alles zit nu onder het schuim. Nu ga ik ze even goed afspoelen. En dat mag je best wel even doen, niet te kort doen. Dan draai ik de kraan dicht. Even een beetje het ergste afschudden. Dan pak ik een paar doekjes en dan ga ik goed mijn handen drogen. Ook tussen de vingers goed drogen. Zorgen dat alles droog is. Ik heb iets te weinig papier. Dus nog eventjes een doekje. Goed alles afgedroogd. Zo, papiertje in de prullenbak zonder die prullenbak aan te raken. En ik heb schone handen. Gaan jullie dat ook maar eens doen? Gaan jullie maar eens nadoen? Gaan jullie maar eens op een goede manier je handen wassen?